De vrouw valt vaak op de verkeerde mannen. Op wat voor soort mannen valt de vrouw dan? Dat zou ik zo 1, 2, 3 niet weten, maar één ding weet ik wel. Het zijn heel andere types dan wij, hè, Martin? Het kader van artiesten die je wellicht niet zo snel op de Zwarte Cross tegenkomt. Een oude jeugdheld van mij. Als je lastig bent met vrouwen en je las vroeger Hans Dorenstein, dan kwam eigenlijk alles altijd wel goed. Ja, ik ben een steun in de rug. Ja, zeker. Voor de man. Ja, u heeft mij door mijn puberteit heen geholpen. Hoi, hoi, daar ben ik blij om, ja. Ja. Maar ik had u hier niet verwacht. Ik ook niet. Nee. Ik stond versteld. Ik stond versteld als me uitnodigden. Maar ze zijn al 3 jaar bezig aan mij te sjorren. En ik kon van tevoren natuurlijk wel bedenken dat er ontzettend veel herrie zou zijn. En als ik, het is overal bladstil. Als ik begin hoef ik niet eens te schreeuwen in het programma. En ik had nu het gevoel dat niemand mij kon horen. En dan word je toch niet zeker ervan, hoor. Nee? Nee. U doet het al zo lang. Dus dat... ja, maar goed dan. Dit is echt extreem. Stof chronologisch en ik begin dus met de jeugd. En dat is al erg genoeg. En daarna komt er het blok liefde en huwelijk. Dat is tamelijk ingrijpend, maar daarna komt er een geografisch blok en er komt nog andere zaken aan bod. Maar ik eindig natuurlijk met een bejaardenblok. Laten we zeggen, ik had al gehoord van iedereen dat het publiek geweldig is. Dat is ook zo, hoor. Want al hadden ze er helemaal geen bal van verstaan, hadden ze toch geklapt en gejoeld. Dus, het is goed publiek. Ja, het is heel goed publiek. Voor een oude man. Vraag, hoe oud inmiddels? 83. 83? Ja, 83. Hoe gaat dat nu met vrouwen? Ja, een stukken beter, man. Ik moet ze nu echt met honkbalknuppels van me afsluiten. Hier ook, op het terrein? Overal. Hier hebben ze heuken, kent u dat? Heuken. Dus niet met de H en O, met de streep. Ja. Heuken. Dat is niet zeuren. Is dat... Nee, dat is neulen. Neulen moeten we zeggen. Oh ja. Dan is het misschien dat andere waar ik als oude man niet over durf te praten. Nee, heuken is met bier gooien en dat mag niet meer. Oh, nee. Oh, gelukkig, want anders had ik het misschien niet overleefd. De vrouw is een geschenk van God, al gaat de man eraan kapot. U treedt nog een keer op? Ja, moet nog een keer. Houdt u het vol? Al die herrie op. Wat doet dat nou voor... Ja, net. Daar inspiratie ook uit? Nee, maar het is gewoon één grote bak vervreemding. En je staat te knokken om het naar het einde toe te komen. Oh, moet ik medelijden hebben? Nee. Valt het wel mee? Ja, want ik zeg nogmaals, het is een hartstikke lief publiek. Dus dat is ook heel belangrijk. Nee, het is het belangrijkste voor mij. Om 3 uur speelt u nog een keer, dan om 4 uur naar huis. Ja, ik mag om 4 uur. Dan ga ik echt uitrusten, hoor. En volgende week vrijdag kom ik nog weer eens een keer kijken. Ik zing nu een jagerslied. Ik ging een dag uitjagen, al met mijn schietgeweer. Ik ging een dag uitjagen met mijn hoedje met het veer. Al dus zou ik gaan jagen op het land. Maar toen kwamen er 2 haasjes aan, die beten in mijn hand. Die beten in mijn hand. Toen kwam er nog een eekhoorn, die trok me aan mijn haar. Van overal loerde het gevaar. Het leven van een jagersman is beslist geen grap. Vanuit de dichte struik gewas of een hertje me een trap. Een hertje me een trap. Zit vol met blauwe plekken en hier en daar een bult. Met wilde woeste dieren is de natuur gevuld. Ik ging een dag uitjagen, maar ik doe het nooit weer. In een stil en donker hoek hangt het hoedje met de veer. Het hoedje met de veer. Steun het vrije woord. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.